Goedemiddag iedereen. Welkom bij onze laatste sessie van de serie rond het upskillen van jullie allemaal, de horecaondernemers, samen met Google. Vandaag de derde en laatste sessie dus. Spijtig genoeg, het is voorbijgevlogen. Maar een goede om mee te eindigen. Verbeter je online zichtbaarheid met Google Mijn Bedrijf. Dus ik stel voor dat we erin vliegen. Hè. Dus voor degene voor wie dit ten eerste is of mij zijn vergeten van de vorige sessies. Ik ben nog altijd Olivier van AB InBev. Even kort schetsen wat ik juist doe. Dus ik werk ondertussen al bijna 4 jaar bij InBev. Eerst begonnen als sales rep in de horeca in Groot Antwerpen, dan retail gegaan. Digital manager geworden en dan connections manager voor België, Luxemburg en Duitsland. Connections manager, heel duur een titel voor te zeggen dat ik de marketingafdeling ondersteun in alles wat dat zij eigenlijk doen rond communicatie naar consumenten. Dingen die dat ik heb gedaan, de Nationaal Debat, Nationaal Campagne van Leffe van vorige zomer, ook de Facebook-activatie, de volledige 15 liter extra campagne van Jupiler. En dan meer recentelijk was ik mee aan het team, aan de knoppen van Café Courage. Nu, oei. Daar zie je hier precies een klein foutje gebeurd in de slide. Maar Tobias, klik maar door, man. We gaan ervoor. Dus het gaat vandaag dus wel zegelijk over Google My Business. Dus een titel is van de vorige meegekomen. Dus Google My Business, ik denk, dat is iets waar we al over hebben gebabbeld. In de vorige zaken is dat de dichtbijzoektermen op Google gestegen zijn met 53% ten opzichte van 2018. En die in Google My Business, die zorgt eigenlijk voor betere resultaten in de Google-algoritmes. Waarbij we dan ook consumenten die op zoek zijn naar een horecazaak in de buurt of eender wat, eigenlijk gaan kunnen beïnvloeden in waar ze naartoe gaan. En again, 88% van de consumenten wordt beïnvloed door commentaren en suggesties online. Dus dat is zeker iets voor mee te nemen. Ook daar, zoals steeds gezegd, het gaat over pinten verkopen op café, over gerechten verkopen. Hoe doe je dat net online en wat gaat diezelfde impact ook genereren? Vandaar dat wij zelf onze eigen studies ook hebben gedaan. Dus wat hebben we gezien vorige zomer met die Facebook-activatie van Jupiler? Dat we een meerverkoop hebben gerealiseerd van 10,2% bij de cafés. En restaurants die hier aan mee hebben gedaan, dus on top van de nationale activatie, ook nog eens die Facebook-activatie hebben gedaan. En dan ten tweede, meer recentelijk, dus al hetgeen wat er op Café Courage momenteel is gebeurd, daar zien we heel duidelijk dat cafés eigenlijk die Café Courage promoten op digitale kanalen in het algemeen een meerverkoop halen of hogere omzet van 172% van opvolgend gekochte pinten. Nu, vandaag dus Google Mijn Bedrijf. Basically, het zorgt voor alle resultaten die dat een consument belangrijk vindt in een oogopslag. Dus dan manage je het best zelf. Ik denk dat er een hoop mensen hier op de webinar zitten die waarschijnlijk hun eigen café al eens hebben opgezocht en gezien dat dat er wel op staat op Google, maar ze hebben dat zelf nog nooit gedaan. Dus dat kan zijn geweest dat dat een klant heeft gedaan, et cetera. Maar uiteindelijk moet het er wel voor zorgen dat jij daarvan in control bent voor het juiste beeld te schetsen. Dus ik heb hier een voorbeeldje gegeven van Café Den Tros, een etablissement dat ik af en toe wel eens frequenteer in Antwerpen. Wat zit er allemaal bij? Sfeerbeelden, openingsuur. Het legt ook een connectie met Google Maps, wat dan een heel belangrijke is. Contactinfo, reviews, populaire tijden. Basically, again, een snapshot dat ervoor zorgt dat de consument heel duidelijk weet wat is uw café, wanneer kan ik naar uw café en wat voor soort café is het eigenlijk. En dat is eigenlijk een kleine intro van mijn en twee. Ik ga u nu overdragen aan een echte expert ter zake, Tobias. Dus Tobias, take it away, man. Dankjewel, Olivier. Welkom allemaal. Welkom bij het Google Digitaal Atelier. En zoals Olivier juist zei, ben ik Tobias en ik ben een van de trainers hier in het Google Digitaal Atelier. En samen gaan we het komende uurtje deze workshop doen rond Google Mijn Bedrijf. Misschien heel kort nog een paar woordjes over Google Digitaal Atelier. Jullie weten dat misschien of niet. Wij zitten in Brussel normaal gezien. Boven het station Brussel Centraal hebben we een mooie ruimte waar we die workshops in real life normaal gezien geven. Dat is in kleine groepjes en grotere groepen soms. Maar ook wij hebben ons proberen aan te passen en zijn online gegaan, waardoor wij die workshops online geven. Dit is één van de workshops die we aanbieden. We hebben er nog 26 andere die we ook doen. En helemaal op het einde van de presentatie kom ik daar ook eventjes nog op terug. Dus moesten jullie daar interesse in hebben over die andere workshops te volgen,
kunnen jullie zeker onze website bekijken of onze social media kanalen. Misschien ook goed om te weten nog, ja, want het is de laatste sessie, zoals Olivier zei. Alle sessies die we gegeven hebben in het kader hier van de samenwerking tussen ABNBEF en Google Digitaal Atelier, krijgen jullie nog een mailtje rond met ook de linken naar die workshops, omdat die toch een beetje specifieker op maat zijn gemaakt van de horecasector. En 2 weken lang kunnen die jullie nog bekijken, nog raadplegen, terug gaan kijken of opnieuw gaan ontdekken. Dus jullie krijgen sowieso nog een mailtje met alle workshops die we gegeven hebben in dit kader. En achteraf, als jullie nog meer info willen, kunnen jullie ook zeker een van onze andere workshops volgen via de website van Google Digitaal Atelier. Voilà. Laten we erin vliegen. Wat gaan we bespreken rond Google Mijn Bedrijf? Wel, eerst gaan we een beetje de intro doen en waarom het toch belangrijk is om zo'n Google Mijn Bedrijf aan te maken. Omdat je echt contact kan gaan maken met mensen die lokaal aan het zoeken zijn. En dat zijn die cijfers die Olivier juist heeft vermeld, waar we nog een beetje dieper op ingaan. Ten tweede, ja, we kijken naar, wat is Google Mijn Bedrijf nu? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de verschillende kenmerken ervan? Wat kan je ermee? Wat kan je er niet mee? 3. We weten waarom het belangrijk is. We weten wat het is. Ja, hoe moet ik nu mijn bedrijf gaan aanmelden op Google Mijn Bedrijf? Moest dat nog niet gebeurd zijn, gaan we even gewoon kort die stappen doorlopen. Dat je een stukje weet waar je aan moet verwachten voor zo'n Google Mijn Bedrijf account te gaan aanmaken. We gaan kort ook eens door de interface gaan. Een korte rondleiding. Jullie zullen zien dat dat een heel gebruiksvriendelijke interface is. Heel erg makkelijk om mee aan de slag te gaan, om dingen aan te passen, toe te voegen enzovoort. Hè. Het is toch wel eens fijn om er eventjes door te gaan, dat jullie een idee hebben. En tot slot gaan we afsluiten, dus maar heel kort, een aantal slides over een gratis website. Binnen Google Mijn Bedrijf heb je ook de mogelijkheid om een gratis website te maken. Dat noemt Google Sites. We hebben daar maandag zelfs een aparte workshop rond gedaan hier binnen het kader van de samenwerking tussen AB InBev en Google. Dus ik zou zeker zeggen, wil je daar meer informatie over, bekijk die workshop dan nog eens opnieuw. Maar ook in het Google Digitaal Atelier hebben we nog een aantal workshops rond als je een website maakt, wat is belangrijk, waar moet je rekening mee houden enzovoort. Dus daarmee gaan we afsluiten en ik denk dat we dan, of dat jullie dan een heel goed idee hebben van wat er kan binnen Google Mijn Bedrijf en wat de mogelijkheden zijn. Oké, ik hoop dat jullie er wat zin in hebben. Als er vragen zijn die mogen gesteld worden en helemaal op het einde van de presentatie ga ik er een aantal uitpikken om te beantwoorden. Google Mijn Bedrijf. Contact maken met klanten wanneer ze op Google zoeken. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, er is een onderzoek gedaan door Google een tijdje geleden. En daaruit blijkt dat 80% van de mensen, van de gebruikers, gebruikt Google om eigenlijk lokaal op zoek te gaan naar bedrijven. Om iets in te typen, zoals café dichtbij of restaurant in Antwerpen, als je in Antwerpen woont, of openingsuren van een bepaald restaurant. Dus 80% van de mensen, 80%, 8 op 10 van de mensen, gebruikt Google om echt op zoek te gaan naar lokale bedrijven. En dat kan bijvoorbeeld zijn een winkel, of dat kan een kantooromgeving zijn, noem maar op. Maar lokaal, natuurlijk, is ook voor een heel groot stuk horeca. Cafés, restaurants, tenzij je echt naar een bepaald restaurant wil waar je lang naartoe wilt, dan rij je daar misschien wel eens een uur voor of 2 uur. Maar normaal gezien ga je vooral in je eigen straal, in je eigen omgeving, op café gaan of op restaurant gaan eten. Dus 80% van de mensen gebruikt Google echt om te zoeken naar lokale bedrijven. En bedrijven die dan ook gevonden worden via Google, en dat is eigenlijk een nog belangrijker cijfer, bedrijven die gevonden worden via Google, die lokaal gevonden worden via Google, die groeien tot 40% sneller dan bedrijven die niet gevonden worden op Google. Ja, dus als je iemand zoekt en die vind je, dan is de kans ook heel groot dat die effectief gaat langskomen. Dus door daarop in te zetten, door te zorgen dat je lokaal online zichtbaar bent, heb je veel meer kans om nieuwe klanten te gaan werven om sneller te groeien. En hoe kan je er nu voor zorgen dat je goed gevonden wordt op Google? Zeker voor die lokale zoekopdrachten, voor die dichtbij zoekopdrachten. Wel, dan is Google Mijn Bedrijf een heel erg handige tool, een heel erg belangrijk instrument. Waarom? Wel, Google Mijn Bedrijf is gekoppeld aan Google Maps. Google Maps is
ja, natuurlijk de lokale weergave is echt een mapje waar je op staat, waar je adres kan gaan registreren. En door met Google Mijn Bedrijf een account te gaan maken, krijg je op die Google Maps jouw eigen specifieke locatie. En natuurlijk, als ik op dit moment in Hasselt zit, of in Brussel, of in Antwerpen, of in Gent, noem maar op, en ik doe mijn smartphone open, of mijn desktop, en ik type in restaurant in de buurt, of café in de buurt, Google weet waar ik zit, hè, want ik gebruik een Google browser, en vanuit die browser kan hij zien wat mijn locatie is ongeveer. Google weet via Google Mijn Bedrijf dat jouw café of restaurant op die locatie zit. Dus natuurlijk is het heel logisch dat hij die twee met elkaar in connectie gaat brengen. En dat is een heel belangrijk iets om te onthouden. Waarom is die koppeling tussen Google Mijn Bedrijf en Google Maps zo belangrijk? Wel omdat je dan effectief, omdat je mensen heel erg lokaal zoeken voor horeca, gaat hij die horeca-mogelijkheden, die cafés, die restaurants, die kort bij zijn, die gaat hij het eerst weergeven in die Google zoekresultaten. Uiteraard ook, hè, door die koppeling van aan Google Maps, hè, kan je heel gemakkelijk een routebeschrijving gaan ingeven naar jouw café of naar jouw restaurant. Heel veel andere systemen, routesystemen zoals Waze bijvoorbeeld, gebruik de data van Google Maps. Dus heb je een Google Mijn Bedrijf aangemaakt en ben je gekoppeld aan Google Maps, zit je ook automatisch in Waze. Dus kunnen mensen, als ze een Waze open doen en de Hotel Brussels bijvoorbeeld, zoals hier staat, ingeven, hup, vinden ze dat terug en kunnen ze meteen de routebeschrijving er naartoe volgen. Dus er zijn toch al heel wat voordelen die gekoppeld zijn aan Google Mijn Bedrijf. Een ander voordeel is dat Google Mijn Bedrijf werkt op desktops, laptops, tablets, mobiele telefoons, smartphones. Op elk soort apparaat is Google Mijn Bedrijf, werkt Google Mijn Bedrijf. Waarom is dat belangrijk natuurlijk? Ja, heel veel van de zoekopdrachten die gebeuren vandaag, heel veel van de mensen die naar Google gaan, die doen dat via een smartphone. Desktop is nog maar goed voor iets minder dan 50% van de zoekopdrachten, terwijl de smartphone en de tablet in heel snel tempo steeds populairder worden. En dat is hetzelfde voor die lokale zoekopdrachten. Als je nu bij je thuis bent en je zoekt een restaurant voor te gaan eten of je wilt graag op café gaan, ja, dan ga je niet je laptop helemaal open doen of je computer opstarten. Dan ga je waarschijnlijk gewoon je gsm pakken en dat gaan intypen. En Google Mijn Bedrijf is ook volledig compatibel met laptops, met smartphones enzovoort. Dus dat is ook een heel belangrijk iets. En dan gaan we een korte oefening doen. Ik ga jullie misschien een minuutje de tijd daarvoor geven om toch een beetje te kijken van oké, word ik lokaal nu wel gevonden? Er zijn twee zaken die je kan doen. Eén is, je gaat gewoon naar Google of een andere zoekmachine, maakt op zich niet uit. Maar je gaat naar Google en je gaat daar eens je eigen bedrijfsnaam intikken. Gewoon naar Google gaan en je typt in restaurant X of restaurant Y of maakt niet op, je bedrijfsnaam ingeven. En eens kijken wat er dan tevoorschijn komt. Dat is de eerste deel van de oefening. Tweede deel van de oefening is dat je niet je bedrijfsnaam gaat ingeven, maar je product of je service in combinatie met de stad waar je gevestigd bent. En je product of je service is in dit geval misschien restaurant Antwerpen of brasserie Deurne of café Hasselt, noem maar op. Dat zijn twee zaken die je moet doen in Google zelf. Dus je eigen bedrijfsnaam ingeven, kijken wat er verschijnt. En je product of je dienst gaan opgeven, café, restaurant, brasserie, hotel, ander horeca evenement en de stad. En dan eens kijken wat je gaat vinden. En dan zijn er een aantal vragen die natuurlijk belangrijk zijn om te beantwoorden, om te kijken. Ten eerste, vinden mensen jou? Als je gewoon je bedrijfsnaam al ingeeft, ja, dan zou het toch moeten zijn dat mensen jou vinden. Als dat niet is, ja, dan zitten we al natuurlijk een beetje met een probleem. Maar ook als je je product of je dienst alleen gaat ingeven, in combinatie met de stad, ben je dan nog zichtbaar. Ja, want als mensen jouw bedrijfsnaam ingeven, dan ga je er al vanuit dat ze jou kennen, dat ze er al eens geweest zijn en dat ze specifiek naar jou op zoek gaan. Maar heel vaak, als mensen op restaurant willen gaan of café willen gaan of naar een event of noem maar op, ja, dan staan ze nog open voor allerlei suggesties. En gaan ze gewoon restaurant Gent intypen, café Brussel of nog lokaler en een straat zelfs enzovoort. Ook dan moet je zichtbaar zijn. Als je dan niet zichtbaar bent, ja, dan verlies je al heel wat potentiële omzet, potentiële klanten. Dus dat is een superbelangrijke, zichtbaar zijn als mensen je bedrijfsnaam ingeven, maar ook zichtbaar zijn als mensen gewoon
je product of je dienst, hetgeen wat je aanbiedt, ingeeft. En dan je locatie waar je gevestigd bent. Niet alleen of je dan zichtbaar bent trouwens, maar ook wat andere mensen over je schrijven. Welke reviews je krijgt. Ook is wat we dadelijk in Google Mijn Bedrijf gaan zien. Of je goede reviews krijgt, geen goede reviews, enzovoort. En tot slot, sta je bij die eerste drie zoekresultaten. Je kan zichtbaar zijn op pagina 37 in de zoekresultaten, bij wijze van spreken. Ah ja, daar ben ik zichtbaar. Maar belangrijk is dat je bij die eerste drie zoekresultaten gaat staan. Waarom is dat belangrijk? Twee cijfers die je altijd in je achterhoofd moet houden. Als mensen iets opzoeken op Google, 92 tot 93% van de mensen die gaan nooit verder dan pagina 1 op Google. En dan moet je voor jezelf ook maar eens testen als je intypt bakker in de buurt of grasmachine kopen of maakt niet uit wat, of restaurant in de buurt, Italiaans restaurant. Hoe vaak klik je naar pagina 2 of pagina 3 of pagina 4 in Google? Gebeurt echt niet vaak. Hè? Dus 92% van de mensen kijkt enkel op die eerste pagina van de zoekresultaten. En daarboven gaat 56% van de mensen klikt op een van de eerste drie zoekresultaten. Dus maar 44% van de mensen gaat naar 4, 5, 6, 7, 8, 9 tot ongeveer een 10, 11-tal zoekresultaten krijg je op die eerste pagina. Dus belangrijk om te beseffen, 92% van de mensen blijft enkel op die eerste pagina, 56% van de mensen klikt op die eerste drie zoekresultaten. Dus als je daar niet staat, als je daar niet zichtbaar bent, ja, dan verlies je echt wel al heel wat potentiële klanten, heel wat potentiële omzet. Misschien even een korte live doen voor die Google Mijn Bedrijf of voor de oefening te tonen. Dus je gaat gewoon naar Google en je typt in. In dit geval is dat bijvoorbeeld Google Digitaal Atelier. En dan zie je hier aan de rechterkant. Aan de rechterkant, dit is wat we Google Mijn Bedrijf noemen. Dus ik heb nu gewoon onze bedrijfsnaam ingegeven, Google Digitaal Atelier. En we zien hier dat onze website komt hier bovenaan te verschijnen en hier ook. En aan de rechterkant zie je onze Google Mijn Bedrijf pagina. Je ziet daar een aantal foto's staan, van de binnenkant, van de buitenkant. Je ziet ons adres, wat je kan openklikken en dan kom je meteen in Google Maps terecht. En kan je zien waar we precies in Brussel gelegen zijn. Je ziet bovendien, als we eventjes teruggaan, zie je hier een knopje naar onze website. Dus mensen kunnen meteen klikken naar onze website voor meer info, voor zich in te schrijven in een van onze workshops. Je ziet route. Dus mensen kunnen daarop klikken en meteen ga je naar Google Maps en wordt vanuit jouw locatie de juiste route weergegeven. En dat kan ook perfect via een smartphone. Je ziet hier reviews. Dus je ziet dat wij 4,7 krijgen op 5, 4,7 sterren op 5, 30 reviews. Dus dat geeft toch al aan dat een aantal mensen die we getraind hebben tevreden zijn. Je ziet wat we zijn. We zijn een trainingscentrum in Brussel. Je ziet het adres nog. Je ziet een aantal updates die we doen. Ook daar komen ze trouwens aan terug. Het zijn eigenlijk een soort korte blogartikeltjes die je kan gaan toevoegen. En nu, met heel het corona gebeuren, heeft Google een optie toegevoegd dat je tijdelijk gesloten kan zetten. Dat wil zeggen, dat je zegt, oké, ik ben nu gesloten wegens corona, maar we gaan terug open binnen afzienbare tijd. Je kan hier een telefoonnummer gaan toevoegen als je wilt. Je kan hier openingsuren aan gaan toevoegen. Je ziet ook dat Facebook eraan gekoppeld wordt. Producten, we geven gratis workshops, kan je eraan koppelen. Allemaal mogelijk via die Google Mijn Bedrijf. En wat vooral heel erg belangrijk is, als ik intyp Google Digitaal Atelier, en dit is het eerste scherm wat ik zie, wel, bijna de helft daarvan wordt ingenomen door Google Mijn Bedrijf. En alle andere zoekresultaten die hieronder komen, ja, die zijn minder van belang. Ik wil vooral dat mensen mij gaan zien als ze dat ingeven. Ja, de helft daarvan wordt ingenomen door Google Mijn Bedrijf. En dat was de eerste oefening. Typ je bedrijfsnames in en kijk wat er dan gezegd wordt of wat er verschijnt. Belangrijk is dat je hier je Google Mijn Bedrijf ziet, maar ook dat je eigen website zo hoog mogelijk gaat staan. En wat als nu bijvoorbeeld ingeven online marketingcursus, dat is onze dienst die we aanbieden, Brussel. Dan zien we hier, je hebt de eerste vier zoekresultaten, we komen op de tweede plaats organisch, tweede en derde plaats, vijfde plaats van alle zoekresultaten. Dus ook daar belangrijk, als jullie dat gaan ingeven, jullie product of jullie dienst, café, brasserie, restaurant, noem maar op, in combinatie met jullie locatie,
dan moet je eigenlijk, om gevonden te worden, om een goede online zichtbaarheid te hebben, al in die eerste pagina verschijnen. Omdat bijna niemand door gaat klikken naar pagina 2, pagina 3 enzovoort. Dus daar moet je echt proberen zo hoog mogelijk te scoren. De kans is waarschijnlijk ook heel groot dat als je bijvoorbeeld Hotels Brussel gaat intypen, stel dat je nu een hotel bent of Restaurant Brussel zouden nemen, dat Google inderdaad, kijk, een kaartje gaat toevoegen. Afhankelijk van de locatie van de persoon die dat zoekt, gaat Google op basis van Google Mijn Bedrijf, want daar ben je geregistreerd, daar heb je een connectie gemaakt met Google Maps, gaat hij al een kaartje weergeven van oké, dit zijn voor jou in de buurt de meest interessante opties om te gaan eten. Met hier zelfs al een afbeelding erbij. En je kan meteen doorklikken naar de website. Je kan zien, zijn die open, zijn die niet open? Is het gezellig, informeel? Allemaal zaken die gekoppeld zijn aan Google Mijn Bedrijf. Heel erg belangrijk om daar op in te zetten. Goed, we gaan eventjes terug naar de presentatie. Ja, dus doe die oefening zeker eens voor jullie zelf. Geef jullie bedrijfsnaam in en kijk wat je te zien krijgt. Maar niet alleen je bedrijfsnaam, ook gewoon jullie product, jullie dienst, jullie service en de stad waar je gevestigd bent. En kijk dan eens wat er verschijnt. En zorg dat je zo hoog mogelijk staat en je weergegeven wordt op dat kaartje dat je Google Mijn Bedrijf verschijnt. En dat kan allemaal door die koppeling te maken met Google Mijn Bedrijf en door dat op de juiste manier te gaan opvolgen. Ik denk dat jullie nu al een stukje een beeld hebben van wat Google Mijn Bedrijf is en wat je ermee kan. Wat zijn voordelen? Een aantal zaken die we misschien nog niet expliciet hebben aangekaart. Een van de allergrootste voordelen van Google Mijn Bedrijf is dat het volledig gratis is. Het registreren van je account, het toevoegen van foto's, toevoegen van informatie, die updates doen en die posts gaan toevoegen, alles binnen Google Mijn Bedrijf, de cijfers erachter gaan bekijken, is volledig gratis. Dus het is een hele makkelijke manier om je zichtbaarheid te verhogen zonder 1 eurocent te moeten gaan uitgeven. Bovendien, en we hebben gezien, stapje 2 en stapje 3, het is gekoppeld aan Google zoeken. Ja, toen ik juist in Google Restaurant Brussel ingaf, toen kwamen meteen al een aantal Google Mijn Bedrijf accounts naar boven. Het kaartje werd gelanceerd. Ook toen ik Google Digitaal Atelier ingaf, kwam meteen mijn Google Bedrijf, mijn bedrijfsaccount naar voorschijn en nam de helft van een scherm in. Dus een goede koppeling in die Google zoeken. Een koppeling naar Google Maps. Je hebt echt een pinpoint, je hebt jouw adres geclaimd in Google Maps. Dus mensen kunnen routebeschrijvingen naartoe volgen. Het wordt geïntegreerd in andere GPS-systemen enzovoort. Het is mobielvriendelijk. Je ziet het hier ook aan de rechterkant. Het is op laptop, tablet, smartphone. Dus het is volledig aangepast aan elk device wat mensen gebruiken. De gratis website. Komen helemaal op het einde naar terug. Is geen verplichting, hè. Is optioneel. Als je al een website hebt, dan is dat zeker goed. En kan je die website ook gaan koppelen aan je Google Mijn Bedrijf. Maar moest je nog geen website hebben, en werk je enkel met bijvoorbeeld Facebook of Instagram, hè, heel wat bars en restaurants doen dat zo, kan je eigenlijk heel simpel en heel snel toch een website gaan creëren. Waarom? Bijvoorbeeld om je menukaart op te zetten. Om een reserveringstool te gaan toevoegen. Allemaal mogelijkheden die je kan via die gratis Google Sites, via Google Mijn Bedrijf. En uiteraard, het resultaat van al die acties is dat je lokale zichtbaarheid gaat verhogen. Hè. Die cijfer van het begin, 80% van de mensen zoekt via Google naar lokale cafés, restaurants, zaken waar ze naartoe kunnen gaan. En als je daar zichtbaar bent, als je bovenaan verschijnt, dan groei je tot 40% sneller in omzet in nieuwe klanten. Dus die lokale zichtbaarheid is nogmaals super, super belangrijk. Er was een mogelijkheden hè, binnen Google, mijn bedrijf. Wel, we hebben gezien dat je een routebeschrijving kan gaan opvolgen. Hè. Als je een Google Mijn Bedrijf hebt, staat er een knopje routebeschrijving. Dus dan ga je meteen op je gsm de routebeschrijving kunnen ingeven of op je laptop bijvoorbeeld. Openingsuren. Je kan perfect openingsuren gaan toevoegen. Maandag van 9 tot 5 of zaterdag van dan tot dan. Dat is onze sluitingsdag. En heel vaak zie je ook dat als mensen online gaan zoeken, dat ze vaak zoeken, zijn ze open of zijn ze niet open? En dat is een van de grote voordelen van Google Mijn Bedrijf. Als je die koppeling maakt, dan hoeven ze je niet te bellen, niet te mailen. Dan hoeven ze niet op je Facebookpagina te kijken. Ze zien daar meteen of je open bent of je niet open bent. Een extra groot voordeel bij Google Mijn Bedrijf, we komen er zelfs nog op terug, is dat je afwijkende openingsuren kan toevoegen.
Het zijn afwijkende openingsuren. Hè. Standaard ben je open van woensdag tot zondag of tot en met zondag. Maandag, dinsdag niet. Maar bijvoorbeeld bij een feestdag of bij jaarlijks verlof, hè, dan wijken die openingsuren af. Die kan je op voorhand gewoon ingeven in Google Mijn Bedrijf, dat die altijd up-to-date is. Je kan er een telefoonnummer aan koppelen aan Google Mijn Bedrijf, dat mensen niet moeten je naam gaan ingeven in Google, dan naar je website gaan, dan naar de contactpagina klikken, dan naar onder scrollen en bellen. Ze kunnen meteen klikken op bellen en rechtstreeks wordt het nummer geladen en kunnen ze contact opnemen. Je website kan je eraan koppelen, zoals ik zei, dat mensen meteen kunnen klikken, doorklikken naar je website. En die reviews, je ziet het nog eens hier op deze slide van Google Digital Atelier, 4,7, gemiddeld 30 reviews. Dat geeft meteen een idee van, ja oké, veel mensen zijn er al geweest, veel mensen zijn tevreden, dus dan ga ik er ook wel eens langs gaan. Hè. Reviews, getuigenissen zijn echt wel een van de belangrijkste items in online marketing om het vertrouwen van mensen te winnen, om het onderscheid te maken van eventuele collega's of concurrenten. Het zijn allemaal zaken dus die je in Google Mijn Bedrijf kan gaan doen. Hoe kom je nu op Google Mijn Bedrijf? Of hoe maak je nu je Google Mijn Bedrijf account aan natuurlijk? Hè? Eigenlijk redelijk simpel, redelijk straightforward zal ik zeggen. Ten eerste ga je naar Google Mijn Bedrijf. Je kan gewoon naar Google gaan en intypen Google Mijn Bedrijf en dan is de eerste website. Of je kan de link hier ingeven, business.google.com. En dan ga je zien, daar gaat wat uitleg staan over, oké, wat is Google Mijn Bedrijf, hoe werkt het nu, wat zijn de features die erachter zitten. Ook interessant misschien, als je met Google Mijn Bedrijf aan het slag bent. Je ziet het hier ook op de laptop staan. Je hebt daar een stukje hulpbronnen en veelgestelde vragen. De eerste keer dat je erin gaat zitten, gaat dat nog een beetje moeilijk zijn. En hoe vaker je dat gaat gebruiken, hoe makkelijker natuurlijk. Maar als je toch ergens op vastloopt, dan kan je altijd daar terecht gaan en kan je altijd daar naar die hulpbronnen en die veelgestelde vragen bekijken. Ja, omdat dat toch, waarschijnlijk ben je niet de eerste die tegen dat probleem stuit, zal er mensen zijn voorgegaan en vind je het daar terug. Een tweede optie trouwens, vermeld ik ook heel eventjes graag. Er is nu een workshop die we aan het doen zijn voor een groep. Een algemene workshop, maar wij doen bij het Google Digital Atelier ook coaching sessies. En wat is een coaching sessie? Wel, een coaching sessie is een gratis moment dat je kan inboeken met mij of met een van mijn Google collega's, en dat je een half uurtje de tijd hebt om een bepaald probleem of iets wat je vastloopt te bespreken. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat we je helpen jouw Google Mijn Bedrijf account op te zetten. Maar evengoed dat we je wat tips geven rond social media, rond een website enzovoort, dat is zeker ook een aanrader. Als je met online marketing gaat beginnen, als je je digitale footprint wilt uitbreiden, boek zo'n gratis coaching sessie en dan helpen we je graag verder met alle vragen die je hebt. Maar even terug naar Google Mijn Bedrijf. Als je bent naar die site gegaan, business.google.com, of je hebt Google Mijn Bedrijf ingetypt op Google, dan zie je rechtsbovenaan inloggen of aan de slag. Inloggen is als je al een account hebt natuurlijk. Aan de slag klik je op om je te gaan aanmelden. En dan moet je natuurlijk je gaan inloggen. Je moet daar een Google-account voor hebben. Dus je moet al een Google-account hebben om Google Mijn Bedrijf te gebruiken. Heb je dat niet, geen enkel probleem, dan klik je op meer opties en dan ga je heel snel een Google-account kunnen aanmaken. Met een Gmail-e-mailadres krijg je dan bijvoorbeeld. Heb je wel een Google-account, wat je ook gebruikt misschien voor je bedrijf, dan geef je daar gewoon je e-mailadres en je wachtwoord in. Dus via je Google-account, ofwel heb je al één, je geeft de juiste gegevens in, ofwel moet je nog eventjes één gaan aanmaken. En eens we daarin zitten, eens je bent ingelogd in die Google Mijn Bedrijf, dan krijg je de optie om op zoek te gaan naar je bedrijf. Om je bedrijfsnaam in te geven. En dat is ook iets wat Olivier helemaal in het begin al eventjes vermeldde. Het kan zijn dat jouw bedrijf al op Google Mijn Bedrijf staat. Dat een van je klanten ooit daar heeft ingecheckt. Dat iemand daar ooit eens een foto heeft gemaakt en je erbij heeft getagd. Of dat Google je website heeft geïndexeerd en op basis van je website heeft gezien, op die locatie zit dat bedrijf, ik ga die toevoegen aan die Google Mijn Bedrijf. Dus het kan zijn, als je daar je bedrijfsnaam ingeeft, dat je ziet, ah tja, ik besta al op Google Mijn Bedrijf. Als dat zo is, dan kan je je bedrijf gaan claimen. Dus dan kan je zeggen van, hey, dit is mijn bedrijfslocatie, die staat er om de een of andere reden al op, maar ik wil die nu actief gaan beheren. Dus dan ga je die kunnen gaan claimen.
In het geval dat je je bedrijfsnaam ingeeft en je die niet tevoorschijn ziet staan, zodat die er nog niet op staat, dan kan je je naam ingeven zoals jij die wilt en kan je account verder gaan aanmaken. En dus twee opties, ofwel bestaat je Google Mijn Bedrijf bestaat al, is het om de een of andere reden erin gekomen, kan je die gaan claimen. Ofwel zie je je bedrijf er nog niet tussen staan en ga je die natuurlijk toevoegen. Stap 3. Logisch, Google gaat wat gegevens opvragen. Hij gaat vragen je land, hij gaat je adres vragen, je postcode, de plaats enzovoort. Hij moet dat natuurlijk kunnen gaan toevoegen. En hij gaat ook vragen of je goederen en services levert. Waarom vraagt hij dat? Helemaal terug in het begin hebben we gezegd dat die Google Mijn Bedrijf je lokale zichtbaarheid verhoogt. Google gaat de koppeling maken tussen jouw locatie op de Google Maps en van waar mensen aan het zoeken zijn. En als mensen in de buurt zijn, dan is de kans groter dat je getoond gaat worden. Maar natuurlijk, als jij nu ook afhaalmaaltijden doet en je levert dat niet alleen in jouw stad, maar ook in de steden en de naburige steden en gemeenten, ja, dan kan je dat gaan aanvinken en dan kan je tegen Google vertellen. Hier staat het. Dan kan je tegen Google vertellen van kijk, ik lever ook diensten in een straal van 20 kilometer rondom mijn bedrijfslocatie. Of ik heb een aantal specifieke gebieden nog waar ik ook naartoe ga, want dat is op de weg heen of terug van mijn café of van mijn restaurant enzovoort. Zo vertel je Google dat je niet alleen lokaal daar zit, op jouw klein eilandje, maar dat je ook een aantal andere services, een aantal andere gebieden mee mag genomen worden in die Google Mijn Bedrijf. Dat is enkel natuurlijk als je levert. Ja, dus denk aan afval, gerechten, bierpakketten, noem maar op. Enkel in dat geval moet je dat ook aanvinken. Een tweede optie is dat je je adres kan verbergen. Dat je gewoon de regio weergeeft, dat je bijvoorbeeld in Brussel bent. Ik zou dat niet aanraden, omdat dat een stukje de kracht van Google Mijn Bedrijf wegneemt. De kracht van Google Mijn Bedrijf is juist dat je gekoppeld bent aan een locatie, een fysieke locatie, en dat Google zoveel beter kan vertellen waar je gevestigd bent en lokale zoekopdrachten weergeven. Maar moest er om de een of andere reden zo zijn dat je zegt, ja, nee, mijn adres heeft geen meerwaarde dat ik het meegeef of ik wil het verborgen houden, kan je dat ook aanvinken met het tweede button daar. Vervolgens gaat Google je bedrijfscategorie vragen. Waarom gaat hij je bedrijfscategorie vragen? Wel, natuurlijk, als iemand intypt café dichtbij of restaurant in de buurt of hotel Brussel, noem maar op, ja, dan moet hij wel weten of je een café, een brasserie, een hotel, een evenementenlocatie bent, enzovoort, enzovoort. Dus daar kan je je bedrijfscategorie gaan aangeven. Soms, nu, brasserieën, café, horeca, die zaken zitten er standaard wel in, maar moest het niet om de een of andere reden zijn dat je echt wel een bepaalde niche hebt binnen je sector en dat je het daar niet vindt, ja, er is geen ongelimiteerd aantal categorieën, je kan ook geen categorieën bijmaken, dan kies je best eentje die het beste erbij aansluit. En dus probeer dan op zoek te gaan naar iets waar je zegt, oké, dit is wel ongeveer wat het samenvat. Maar voor een café, een restaurant, andere typische horeca-termen, die vind je zeker terug onder die verschillende bedrijfscategorieën. What's next? Wel, je telefoonnummer en je website. Je telefoonnummer en je website zijn optioneel. Dus die zijn niet verplicht om op te geven. Maar opnieuw, als je het niet doet, ga je natuurlijk een stukje van de kracht van Google Mijn Bedrijf wegnemen. Heel wat mensen gaan je naam ingeven of gaan op zoek naar je product of je dienst en gaan doorklikken naar de website om te kijken, wat is de menukaart misschien? Of komt er ergens een artiest vrijdagavond optreden? Was het openingsuren enzovoort? Heel veel mensen gaan misschien ook om te reserveren je willen bellen of om een wijziging door te geven of om te vragen naar het iets, naar het een of het ander. Dus die telefoonnummer en website zijn toch de meest gebruikte contactkanalen, denk ik, die klanten gebruiken. Dus ik zou je wel echt aanraden om die eraan toe te voegen. Heb je geen website, en nogmaals, via die Google Sites kan je heel gemakkelijk je eigen website gratis gaan aanmaken, zodat je toch een basic website hebt om te laten zien. En als we al die stappen gedaan hebben, we hebben onze Google Mijn Bedrijf account aangemaakt, we hebben ons daarop ingelogd, we hebben ons adres toegevoegd, telefoonnummer, website, al die zaken, dan moet dat natuurlijk geverifieerd worden. Waarom moet dat geverifieerd worden? Of waarom is het misschien niet meteen een heel logische volgende stap? Of zou je meteen verwachten? Ja, als het niet geverifieerd wordt door Google,
dan kan ik zoveel bedrijven aanmaken als ik wil. En dan kan ik op een willekeurige locatie zeggen, ah, hier zit dat bedrijf en hier zit dat bedrijf. Dus er zit echt wel een verificatie achter die Google gaat doen. Je moet bewijzen dat je effectief de eigenaar bent van dat bedrijf op Google Mijn Bedrijf. En hoe gebeurt dat? Heel erg oldschool, dat gebeurt via een briefkaart. Een briefkaart, dus effectief, als je al die stappen doorlopen hebt, dan gaat Google zeggen, kijk, nu gaan wij per post gaan wij een briefkaart opsturen naar dat adres wat jij hebt ingegeven op Google Mijn Bedrijf. Naar, in het geval van Google Digital Atelier, naar Kampersteen 10 of het adres waar jouw restaurant, café enzovoort gevestigd is. Je kan er ook een contactpersoon gaan bijvoegen. En dan gaat hij die briefkaart opsturen per post. En ongeveer een 14-tal dagen, hier staat nog 11 dagen op de slides, maar in België is het ongeveer 14 tot 15 dagen later, ga je in de brievenbus een briefkaart ontvangen. En op die briefkaart staat een code. Voilà, controleer je post voor je verificatiecode. En dan ga je teruggaan naar google.com, naar die My Business. Op die brief staat ook een linkje, google.com/verifymybusiness. Daar ga je die code die op de brief staat ingeven. En op het moment dat je die hebt ingegeven, dan is je Google Mijn Bedrijf actief. Dus dat is nog even een aantal dagen, een tijdje ertussen. Dus je kan al alles aanmaken en volledig alle gegevens opzetten, foto's toevoegen. Dus je kan al allemaal beheren en gaan toevoegen. Maar die gaat pas actief zijn als je effectief een verificatiecode hebt ingegeven. En die krijg je per post. Let op, die code is maar een aantal dagen geldig. Dus als je nu op de post hebt gekregen en zegt, ah ja, ik ga dat later eens doen en een maand later ga ik dat ingeven, dan gaat hij zeggen, ja, jammer, je code is vervallen. Nu moet ik opnieuw een briefkaart gaan opsturen. Dan moet je weer 2 weken wachten voor je die kaart ontvangt. Tegenwoordig is Google ook al een stukje aan het experimenteren. Ook met heel het corona gebeuren, dat alles wat trager verloopt, ook naar post enzovoort, is hij aan het experimenteren met het gewoon te doen per gsm, per telefoonnummer. Dat is je opbellen en een code geven, of dat je een sms krijgt met een code. Maar de standaardprocedure is nog altijd die briefkaart, omdat dat gewoon het meest waterdicht is. Hè. Naar die locatie die je hebt geregistreerd, wordt die briefkaart opgestuurd. En ja, enkel jij als eigenaar van die locatie gaat die briefkaart natuurlijk kunnen te pakken krijgen en niet iemand met slechte bedoelingen die ergens een locatie wilt gaan aanmaken. Dus in 6 stappen eigenlijk heb je zo'n Google Mijn Bedrijf aangemaakt. Je gaat naar Google Mijn Bedrijf, je logt je in met je Google-account, je gaat de juiste gegevens allemaal ingeven, je gaat het verifiëren en een aantal dagen later krijg je in de brievenbus die briefkaart, je geeft je code in en je Google Mijn Bedrijf is up and running en je kan aan de slag gaan. Kort even gaan kijken in Google Mijn Bedrijf. Hè. Hoe ziet dat er nu uit achter de schermen? Hoe ziet die interface eruit? Wel, we gaan kort een aantal slides bekijken. Dan kan ik al een aantal gegevens toelichten. En dan neem ik jullie ook eventjes mee naar de Google Mijn Bedrijf interface van het Google Digitaal Atelier. En dus dan kunnen jullie zelf al een beetje interactiever kunnen we dan een aantal zaken bekijken. In die Google Mijn Bedrijf interface, als je daar naartoe gaat, dat is het eerste wat je ziet. En je ziet daar aan de linkerkant zie je een aantal mogelijkheden, een menutje met alle verschillende mogelijkheden die je hebt. In het midden ga je wat overzicht zien van allerlei verschillende zaken die Google belangrijk vindt om te laten zien. Het is eigenlijk gewoon een overzichtspagina. En in die Google Mijn Bedrijf interface kan je je adres gaan aanpassen. Ja, stel, je hebt je Google Mijn Bedrijf geregistreerd, maar een aantal jaren later ga je verhuizen bijvoorbeeld. Hè, pak je een nieuw pand in gebruik of gaat je een bijkomend restaurant openen ofzovoort. Dus je kan je adresgegevens perfect gaan aanpassen in die interface. Niet alleen adres, ook als je nieuwe websites zou hebben, een nieuw telefoonnummer, nieuwe openingsuren. Hè, dat is zeker niet vaststaand. Je kan er actief, proactief in gaan werken. Daar zit ook een analytics dashboard aan gekoppeld. Wat is een analytics dashboard? Ja, heel wat cijfermateriaal over hoe vaak ben je verschenen in de zoekresultaten. Hoe vaak hebben mensen geklikt op routebeschrijving bijvoorbeeld. Wie zijn die mensen? Zijn dat ouderen, jongeren, van waar komen die enzovoort? Dat zijn allemaal zaken die je bij die cijfers gaat terugvinden of bij die analytics. En ook de reviews. Ja, een hele belangrijke. Mensen kunnen reviews geven aan jouw Google Mijn Bedrijf. En die reviews hebben eigenlijk een dubbele reden.
of waarom is het belangrijk om op die reviews te gaan scoren, om daar proactief op te gaan inzetten? Wel, langs de ene kant gaat dat vertrouwen geven aan mensen. Als ik iets opzoek op Google en ik zie daar in Google mijn bedrijf en dat is een bedrijf met 100 reviews, gemiddelde van 4 sterren, ja, dat gaat mij al vertellen dat dat waarschijnlijk wel een goed café of een goed restaurant is. Als daar 0 reviews zijn of heel veel slechte reviews, dan gaat me dat een beetje wantrouwen wekken. Maar 2, we hebben ook gezien, als je je product of dienst ingeeft in combinatie met de stad waar je gevestigd bent of je locatie, dan ga je zien dat je zo hoog mogelijk moet scoren in je zoekresultaten, en liefst op de eerste pagina en in de eerste 3. Hoe bepaalt Google welke sites nu bovenaan komen te staan? Dat is een algoritme wat erachter zit. Er zijn heel veel verschillende parametertjes, heel veel verschillende cijfers die Google gaat gebruiken om te bepalen welke site komt nu eerste, tweede, derde en 25e. En een van die parameters die Google gaat gebruiken in zijn algoritme zijn het aantal reviews dat je hebt verzameld op Google Mijn Bedrijf. Logisch ook ergens, hè? Het doel van Google, was de missie en de visie van Google, is de beste zoekresultaten tonen voor de gebruikers. Hè? Google kan maar groeien, Google kan maar gebruikt worden als ik iets ingeef en ik krijg goede resultaten. En natuurlijk een website of een Google Mijn Bedrijf met veel goede reviews. Hè? Mensen gaan dat appreciëren, mensen vinden dat een goed bedrijf. Ja, die gaat Google hoger willen tonen. Hij gaat niet de bedrijven laten zien waar mensen niet tevreden over zijn, of de hotels, of de restaurants, of de cafés. Hij gaat die willen laten zien waar mensen heel tevreden mee zijn. En een manier om dat te doen is door veel reviews te scoren. Dus hoe meer reviews je gaat verzamelen, hoe betere reviews je hebt, hoe hoger je ook gaat scoren in die Google zoekresultaten. Dat is een hele belangrijke. We komen er zelfs ook nog kort eventjes op terug. Je kan foto's toevoegen aan die Google Mijn Bedrijf. Ook daar is wat onderzoek naar gedaan. Hè, en hoe meer foto's je hebt en hoe betere foto's je hebt, hoe hoger de kans dat mensen effectief contact gaan nemen of een routebeschrijving gaan aanvragen. Tot 42% zien jullie daar links staan. Verhoging van die acties op je Google Mijn Bedrijf. Ik ga zelfs ook laten zien hoe dat mogelijk is. Je kan posts gaan toevoegen. Het zijn een soort korte blogartikeltjes. Die worden toegevoegd aan je Google Mijn Bedrijf. Je ziet er op het smartphone met een screenshot zie je daar een update rond COVID die wij gedaan hebben van Google Digitaal Atelier. Waarbij we vermelden van we gaan nu volledig online gaan schakelen. Maar aan de rechterkant ook op je laptop kan je dat zien dat onderaan je Google Mijn Bedrijf dat die posts daar worden toegevoegd. Dat zijn eigenlijk korte blogartikeltjes. Belangrijk. Waarom? Omdat dat extra info geeft en je blijft up-to-date. En ten tweede, ook dat vertelt Google weer beter wie je bent, waar je op inzet, wat je locatie is, welke diensten je aanbiedt. Dus dan gaat hij je weer vaker tonen in de Google zoekresultaten. Openingstijden, daar had ik al een tijdje geleden, een aantal slides geleden, iets over gezegd. 40% van de mensen die zoeken naar zo'n lokale bedrijf willen ook weten wat de openingstijden zijn. En je ziet een verschil tussen niet-bevestigde en bevestigde openingstijden. Dit is het voorbeeld van nieuwjaar. En nieuwjaar is een dag dat sommigen van jullie zullen open zijn, sommigen zullen ervoor kiezen om niet open te zijn. In Google Mijn Bedrijf kan je dat effectief zeggen, ik ben open ja of nee op nieuwjaar. Hè. Al die afwijkende feestdagen enzovoort, maar ook je jaarlijkse verlof en andere zaken, kan je gaan toevoegen in die Google Mijn Bedrijf. En dan staat er inderdaad aan de rechterkant in het groen dat dat bevestigd is. Dat mensen 100% zeker zijn, oké, ik kan vandaag gaan eten in dat restaurant, want die zijn open. Als je dat niet doet, dan zeggen we linkervoorbeeld, en is dat niet bevestigd, dan staat er ook bij openingstijden kunnen afwijken. Dus ja, dan zijn mensen nog niet zeker of je effectief open bent of niet. Dus het is belangrijk om die openingstijden, je hebt je standaard openingstijden, hè, van woensdag tot zondag, van dan tot dan, maar die speciale dagen, dat je ook op voorhand gaat ingeven, dat mensen altijd zeker zijn. Je kan bepaalde kenmerken gaan toevoegen. Ja, dus je hebt je hoofdcategorie, die je kan bepalen. Ik ben een bar, ik ben een café, ik ben een restaurant, ik ben een evenementenlocatie, ik ben een pop-up feest, noem maar op. Maar je kan ook additionele kenmerken gaan toevoegen. Bijvoorbeeld, wat kunnen mensen betalen? Kunnen ze cash betalen of kunnen ze alleen maar met kaart betalen? Is het rolstoelvriendelijk of is het niet rolstoelvriendelijk? Zijn er evenementen? Is er muziek? Wat is mijn keuken? Is dat traditioneel? Is dat klassiek? Is dat modern? Zijn allemaal zaken die je kan toevoegen onder het tabbladje kenmerken. Ook daar komen we zelfs nog even op terug. En die worden ook weergegeven in die Google Mijn Bedrijf. Dat zijn extra zaken waarmee je mensen kan gaan overtuigen.
Je kan meerdere beheerders toevoegen. Je hebt de persoon die de Google Mijn Bedrijf account aanmaakt. Dat is de aanmaker, de eerste beheerder. Maar die kan ook meerdere gebruikers gaan toevoegen. En per gebruiker kan je ook toegangsniveaus gaan instellen. Dus je kan zeggen, oké, iemand wordt meebeheerder, dus die kan alles doen wat ik kan. Of iemand is gewoon een gebruiker, dus die kan een aantal dingen aanpassen, maar die kan niet alles doen. Heel gemakkelijk door via e-mailadressen gebruikers te gaan uitnodigen. Foto's toevoegen. Ook dat ga ik live eventjes laten zien. Je hebt een aantal verschillende types van foto's. Je hebt een profielfoto, je kan een logo gaan toevoegen, je kan een omslagfoto gaan toevoegen. Kan je interieurfoto's toevoegen, exterieur foto's, foto's van klanten. Heel wat mogelijkheden om foto's te gaan toevoegen. En vooral belangrijk, hè, wat ik er juist zei, hoe meer foto's je hebt, hoe betere foto's, hoe leukere foto's, hoe hoger de kans dat mensen effectief gaan langskomen, gaan bellen, de routebeschrijving gaan selecteren. Dus toch wel een belangrijke om heel regelmatig wat leuke foto's te gaan uploaden. Let wel op, ook klanten kunnen foto's gaan toevoegen. Als jij als eigenaar kan foto's toevoegen, maar ook mensen kunnen gewoon naar Google gaan en kunnen aan jouw Google Mijn Bedrijf foto's gaan toevoegen. Kan je die foto's zomaar verwijderen? Nee. Je eigen foto's, dus foto's die je zelf hebt toegevoegd, die kan je wel verwijderen. Foto's die klanten hebben toegevoegd, kan je niet zomaar verwijderen. Als die ongepast zijn, kan je die wel rapporteren. Bijvoorbeeld, hè, als er ergens op café iets gebeurd is van een vechtpartij, ik geef nu een heel extreem voorbeeld, en mensen hebben daar foto's van gemaakt en toegevoegd, ja, dan kan je wel rapporteren naar Google van ja, dit wil ik echt niet op mijn Google Mijn Bedrijf, en dan gaat hij die eraf halen. Dus er is een mogelijkheid om dat te gaan rapporteren en die eraf te halen, maar je kan niet zelf foto's van klanten er zomaar van gaan afhalen. Welke foto's krijg je te zien op Google Mijn Bedrijf? Aan de rechterkant, dus iemand je gaat ingeven. Dat is iets wat Google zelf bepaalt. Dus je kan niet zelf kiezen welke foto daar als eerst getoond wordt. Google gaat dat zelf bepalen, gaat er ook een stukje in variëren. En hangt er een beetje vanaf wat zijn de populairste foto's, de meest recente foto's. Dus daar gaat hij zelf een stukje een selectie in maken. En meestal zijn dat ook wel leuke foto's. Maar belangrijk om te onthouden, klanten kunnen foto's toevoegen. Is goed, hè, want dan creëer je interactie met je klanten. Ongepaste foto's kan je gaan rapporteren en ook zelf kan je foto's gaan toevoegen. En belangrijk om regelmatig nieuwe up-to-date foto's te gaan toevoegen, want dat gaat meer kans geven dat mensen effectief gaan langskomen of contact opnemen. Reviews. We hebben al gezegd dat reviews super belangrijk zijn, omdat dat vertrouwen geeft aan mensen, omdat je daar hoger in de zoekresultaten gaat komen. En een derde reden die we nog niet misschien hebben aangehaald, is dat het ook weer een manier is om een connectie te maken met je klanten. Stel dat iemand een review geeft, je kan erop reageren als eigenaar. En soms is dat, soms hopelijk vaak, is dat positief natuurlijk. Kan je zeggen, hey Jan, bedankt voor de fijne review, ik hoop je snel terug te zien. Of bedankt dat je lekker hebt gegeten, heel tof voor de review. Dus je kan je waardering uiten, een beetje merkkwaliteit, klantenservice gaan bieden. Is het negatief? Dat kan ook natuurlijk wel eens, hè, dat mensen niet tevreden zijn. Maar ook dan kan je reageren. En dat is echt wel onze tip om te reageren. Hè. Je standpunt uit te leggen, oplossingen aan te bieden, een antwoord te geven, eventueel een geste te doen, enzovoort. Dus door te reageren, ga je ten eerste die ontevreden klant toch misschien proberen te helpen en een tevreden klant van te maken. Maar ook andere mensen die dan eens naar jouw Google Mijn Bedrijf gaan kijken en die zien dat je op zijn minst de moeite neemt om te reageren, ja, dat heeft een veel positiever idee of een veel positiever beeld dan dat er een negatieve review komt en je hebt daar niks op gezegd, er is totaal niks mee gedaan. Dus laten zien dat je dat ten harte neemt en dat je er iets mee doet, is echt wel de beste way to go. En als je zoveel mogelijk reviews gaat verzamelen, dan maakt ook één slechte review niet zoveel uit, hè. Als je maar 5 reviews hebt, 4 keer 5 sterren en 1 keer 1 ster, ja, dan is je gemiddelde maar 3 sterren. Terwijl als je 100 reviews hebt en er is eentje slecht bij, er gaat niet zoveel uitmaken voor het gemiddelde. Dus daarom is het belangrijk om echt op die reviews te gaan inzetten. Is het echt een volledig ongepaste review? Seksueel getint of noem maar op, bedreigingen enzovoort. Ook die kan je gaan rapporteren en kan Google gaan verwijderen uiteindelijk.
hoe kan je zo'n beoordeling van een klant vragen? Hè? Er is een review of een aantal reviews die wij gekregen hebben van klanten. Hoe kan je proactief verzamelen? Dit heb ik allemaal vermeld. Hè? Het is een alternatief voor die mond-op-mond reclame. Betere vindbaarheid. Je kan opvallen. Hoe kan je die verzamelen? Wel, er zijn twee opties. Ofwel gaan mensen naar Google, ze geven je bedrijfsnaam in, ze gaan naar je Google Mijn Bedrijf, ze scrollen naar reviews en ze gaan je review geven. Dan moeten ze heel veel stapjes doen en dan kan je niet echt proactief gaan vragen. Wat je wel kan doen, ook dat ga ik zelfs eventjes laten zien, is in je bedrijfsprofiel van Google Mijn Bedrijf kan je een linkje vinden. En als mensen op die link klikken, dan komen ze meteen terecht op de juiste pagina om een review te geven. Dus dan moeten ze maar eigenlijk één stap doen, klikken op die link en ze kunnen meteen een review geven. En daar raden wij aan, deel die via Facebook, deel die via WhatsApp, via Twitter, eventueel via een e-mail. Als mensen zich online registreren in je restaurant, stuur ze achteraf een mailtje en zeg, vond je het fijn, geef ons een review. En zo kan je echt proactief met die link reviews gaan verzamelen. De app, Google Mijn Bedrijf, ik heb gezegd, kan voor laptops, smartphones, alles. Je hebt ook een app die je kan downloaden om die te beheren. Dat je niet altijd zelf je laptop moet gaan opendoen, maar dat je gewoon de app kan gebruiken en daar alles heel makkelijk managen, van reviews, van openingstijden, van foto's enzovoort. Kort misschien een introductie in het Google Digitaal Atelier interface. Dus als je inlogt uiteindelijk in die Google Mijn Bedrijf, dan kom je hier terecht. Hè. Dat is ook de screenshot die we er juist hebben gezien. Aan de linkerkant vind je eigenlijk alle mogelijkheden terug die je kan doen. En dit is het overzichtsscherm. Dus hier gaat hij laten zien wat zijn de meest recente reviews. Hij gaat wat prestaties laten zien. We zijn de afgelopen 28 dagen zijn wij 28.000 keer verschenen in die zoekresultaten. We zijn 22.000 keer verschenen in de Google Maps. En 9.000 mensen hebben effectief ook iets gedaan. Naar de website geklikt, routebeschrijving opgevraagd enzovoort. Ik kan hier zeggen dat we nog een aantal contactgegevens eventueel kunnen toevoegen als we dat willen. Je kan hier die app downloaden waar ik het juist over had. En hier dit review-formuliertje. En als ik hierop ga klikken, dan krijg ik hier een link. En als ik die link kopieer, als ik daarop klik, kopieert hij die. Als ik dan een scherm open doe en ik geef die link in, zoals mensen bijvoorbeeld in een mail of via Facebook erop klikken, dan ga je zien dat je automatisch terecht gaat komen in het scherm om een review te geven. Hij is nog eventjes aan het laden hier. Voilà. En dan kunnen mensen meteen zeggen, ik ga hier 5 sterren geven, een fotootje toevoegen en wat tekst schrijven. Dus dan hoeven ze niet zelf al die stappen te doen. Dus dat is zeker echt een hele goede tip om snel reviews te verzamelen. Ga naar Google Mijn Bedrijf, klik hier op formulier delen. Dan krijg je een linkje, deel dat met zoveel mogelijk mensen en je gaat zien dat je heel veel reviews gaat kunnen verzamelen. Als we aan de linkerkant de verschillende tabbladen eventjes bekijken, op posts. Dat zijn die updates, die kleine blogartikels die je kan gaan toevoegen. Je kan iets toevoegen in het kader van COVID-19. Dat is een extra service die Google nu heeft toegevoegd en die dan extra uitgelicht wordt, ook in het rood. Je kan een aanbieding gaan toevoegen. Dat is bijvoorbeeld wanneer je 20% korting hebt op bepaalde menus of 10% korting op bepaalde bieren, kan je een start- en einddatum ingeven. Je kan een foto eraan toevoegen. Kan je perfect een post rond gaan maken. Je kan een update toevoegen. Dat is eerder een korte post, een blog. Hè, bijvoorbeeld dat je een nieuwe menukaart hebt. Dan kan je daar doen met een foto van de menukaart. Of je kan gaan zeggen, we hebben nu ook opties in ons restaurant voor zakenlunches. Eigenlijk allerlei mogelijkheden, allerlei nieuwtjes die je wilt gaan vertellen. Je kan een evenement toevoegen. De titel van het evenement, ook hier een start- en einddatum, zelfs een button om in te schrijven, allemaal mogelijk. Producten toevoegen die mensen online kunnen gaan kopen, of dat ze een idee hebben van bepaalde prijzen, zijn allemaal zaken die je kan gaan toevoegen. En dan zie je hier ook mooi die updates. We hebben eentje gedaan rond COVID, we hebben hier nog eentje gedaan rond de coaching sessies die we doen. We hebben hier een evenement toegevoegd, bijvoorbeeld hier diensten. Producten, sorry, die we hebben toegevoegd, dat je gratis een coaching sessie voor kan registreren. Allemaal mogelijk via Google Mijn Bedrijf. En je ziet hier ook bijvoorbeeld, 416 keer is dit weergegeven en we hebben daar 7 klikken op gehad. Hè, wat toch wel op zich leuk is. Onder het tabblaadje informatie kan je elk beetje informatie aanpassen. Dan kan je gaan zeggen, oké, ik heb een nieuw adres eventueel, mijn openingsuren, dit zijn mijn vaste, dit zijn die afwijkende openingsuren. En hier zie je bijvoorbeeld dat rond de vorig jaar de feestdagen, wij waren gesloten 30, 31 en 1 januari en ook nog de eerste paar dagen.
Hier hebben we nu toegevoegd dat wij tijdens de laatste COVID-updates, dat we die periode helemaal gesloten zijn. Dit 22.07 was een afwijkende dag, waar we wat langer open. Allerlei zaken kan je daar gaan aanpassen. Met de reviews. Hier kan je heel gemakkelijk, dus Jill heeft 7 weken geleden een review gegeven, ik kan die nu gaan beantwoorden. Klik op beantwoorden, ik kan zeggen, bedankt Jill voor je leuke review, hopelijk zien we je snel terug. Dan creëer je een band met die klanten. Is het echt totaal ongepast, heb je hier die 3 bolletjes en kan je het gaan markeren. Google gaat dat bekijken en gaat dan soms zeggen, ja, je hebt gelijk, soms misschien zegt hij, je hebt niet gelijk. En bedenk ook nu, in coronatijden gaat dat wel wat langer duren voor Google natuurlijk antwoord geeft. Hè. Foto's kan je toevoegen. Hè, dit zijn een overzicht van alle foto's. En hier bovenaan zie je, dit zijn de foto's die we zelf hebben toegevoegd. Dit zijn foto's die klanten hebben toegevoegd. Je kan een 360 doen, waar je eigenlijk een beeld gaat maken dat mensen echt kunnen binnenkijken in je café en in je restaurant. Een hele leuke om te doen, om je eens mee bezig te houden. Dan geef je mensen al echt de ervaring van op afstand. Je kan video's toevoegen, je kan interieurfoto's toevoegen, op het buitenkant kan je toevoegen, je kan teamfoto's toevoegen. Dit zijn Lisa en Eva trouwens, de 2 dames die zorgen dat het Google Digitaal Atelier in goede banen worden geleid. Ze zijn de topvrouw van het Google Digitaal Atelier. Allemaal mogelijkheden die je kan toevoegen aan je Google Mijn Bedrijf. En bij die gebruikers, daar zie je nu alle gebruikers, die zijn alle trainers, hebben toegang tot het Google Mijn Bedrijf. Daar kan je heel makkelijk mensen toevoegen, verwijderen, rechten aanpassen enzovoort. Wil je eventueel een nieuwe locatie gaan toevoegen, kan je dat ook hier altijd doen. Hè. Eens je zo'n account hebt bij Google Mijn Bedrijf, kan je altijd een extra locatie, een nieuwe locatie gaan toevoegen. En de laatste die we nog eventjes moeten bekijken, zijn die inzichten. Als je daarop klikt, het zijn zowat de cijfertjes erachter, dan zie je voor welke zoekopdrachten je verschenen bent. We zijn de afgelopen maand verschenen voor Google Digitaal Atelier 480 keer. Voor Google Atelier Digitaal en Frans 344 keer. Dus dan kan je ook zien hoe mensen op zoek gaan naar jouw restaurant, bedrijf, horeca, zaak enzovoort. Je kan zien hoe mensen terechtkomen bij jou. Hoeveel mensen tikken jouw merknaam in, echt jouw bedrijfsnaam. Hoeveel mensen een algemenere zoekopdracht bijvoorbeeld. Je kan zien hoe vaak je vermeld bent op de zoeken en de zoekresultaten, of op Google Maps. Je kan zien hoe vaak mensen je website hebben bezocht, dus je Google Mijn Bedrijf is geladen, en 109 keer de afgelopen maand heeft iemand geklikt naar onze website via Google Mijn Bedrijf. 5 keer heeft iemand een route opgevraagd. En je kan ook zien van waar mensen die routes opvragen. Even terug inzoomen, hè. Zie je, het is vooral in en rond Brussel. Waarschijnlijk mensen die dan met de auto of de trein komen en dan op een Google Maps ingeven hoe wandel ik nu het beste. Telefoongesprekken, fotoweergaves, hoeveel foto's zijn er toegevoegd, enzovoort, enzovoort. Dus je hebt heel wat mogelijkheden in Google Mijn Bedrijf om eigenlijk achter de schermen te gaan kijken wat er allemaal gebeurt en te gaan optimaliseren indien nodig. Voilà. Deze hebben we bekeken, die insights. En het laatste wat ik nog kort wil aanhalen, die gratis website, die Google Sites die je kan maken via Google Mijn Bedrijf. Je gaat zien, als je daar interesse in hebt, nogmaals, volg onze workshop die we daar rondgeven. Maar je kan ook terugkijken naar de workshop van maandag die we er over hebben gegeven. Per mail ga je die nog ontvangen. En dan kan je heel gemakkelijk, heel gebruiksvriendelijk je eigen website gaan maken. En je kan die creëren, je kan die gaan bewerken achteraf, je kan die gaan publiceren. En automatisch ook is daar de link naar Google Mijn Bedrijf. Als je al een bestaande website hebt, ook die kan je gewoon koppelen aan Google Mijn Bedrijf. Dus het is niet verplicht, maar dat is een optie voor bedrijven die nog geen website hebben en toch snel een website willen creëren. Is dit zeker eentje om te bekijken. Voilà, dit zijn de sessies die we geven rond websites bouwen. Maak je website gebruiksvriendelijk en bouw een eenvoudige website. Het zijn 2 workshops en daar gaan we dieper op in, hoe je zo Google Sites kan gaan toepassen. Voilà, dat was het belangrijkste wat ik jullie wou vertellen. Ik zie dat er in de chat een aantal vragen zijn binnengekomen. Dus ik ga die eventjes eruit halen en proberen te beantwoorden. Laat ons eens kijken. Hier vraagt iemand, Alain en Steven, dat de vorige uitbater
hebben het café overgelaten, maar zijn gegevens zijn er nog niet af. De gegevens van Google Mijn Bedrijf zijn er nog niet af. Hoe doe je dat? Wel, dan moet je je Google Mijn Bedrijf gaan claimen. Dus je moet effectief gaan zeggen, dit is van mij. Dan krijg je opnieuw een postkaart naar jouw adres. En dan kan je met die code kan je je Google Mijn Bedrijf gaan claimen. Dus dat er ook iemand anders beheerder is, kan je toch nog gaan claimen. Als je dat intypt, met Google Mijn Bedrijf claimen, dan ga je ook een linkje vinden waar je dat kan doen. Dus op die manier kan er, zodat je die Google Mijn Bedrijfslocatie gaat claimen. Giovanni vraagt, blogpost vind ik interessant. Ik krijg momenteel de melding dat die posts niet beschikbaar zijn voor je bedrijfsvermelding. Heb ik niet meteen een antwoord op, omdat ik ook niet weet welke bedrijfscategorie je misschien hebt ingesteld, of wat er ergens een instelling niet helemaal juist is. Dus Giovanni, ik zou... wat ik zou doen als ik jou was, boek zo'n coachingsgesprek in. Ik heb er straks al eventjes naar verwezen. Dat is 30 minuten dat je gratis met mij of een van mijn collega's een gesprek kan voeren. En dan kijken we samen naar je Google Mijn Bedrijf en dan kunnen we het zo gaan oplossen. Eens kijken of er nog vragen zijn. Ik denk het niet op dit moment. Nee. Dus je bedrijf kan je altijd gaan claimen, ook al is iemand anders er beheerder van, kan je die gaan claimen. En bij elke andere vraag, zoals daar juist aan bod kwam, boek een coaching sessie en wij helpen je supergraag verder. Ter afronding, we hebben de workshops die we geven, waaronder die we vandaag hebben gedaan. We hebben ook nog 26 andere thema's die we doen. Dat gaat van social media tot het bouwen van een website, tot G Suite, tot Google Analytics, tot online adverteren bijvoorbeeld. Heel wat mogelijkheden, alles wat te maken heeft met digitale marketing. We hebben een coachingssessie die je kan inboeken, wat ik juist vermeldde. Een half uur gratis met een van de Google trainers. En we hebben ook een volledig online leerplatform, g.co/digitaalatelier. En daar kunnen jullie nog oefeningen doen, filmpjes kijken en zo verder leren. Voilà. Dat was alles wat mij betreft. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de aanwezigheid. Bedanken ook voor de aandacht. Ik bedank ook AB InBev nog eens voor deze sessies te gaan geven. En ik hoop, als jullie nog meer willen bijleren, als jullie geïnteresseerd zijn in alle thema's, jullie zeker inschrijven voor de workshops die we doen. Je vindt die op onze website en je vindt die via onze Facebookpagina. Vind je ook een planning. En dan hoop ik jullie een van de komende dagen of weken nog eens terug te zien. Dankjewel en tot ziens.